In het begin noemden wij ze Björn, Benny, Anna en Frida. Nu heten ze ABBA, overal ter wereld hoog in de hitparade. ABBA wil eigenlijk alleen maar zingen en de sprankelende optredens hadden telkens weer schitterende successen tot gevolg. Nummer 1 tijdens het Songfestival 1974. De single Waterloo werd bijna vanzelfsprekend goud. En de LP The Best of ABBA verkocht inmiddels al meer dan 2 miljoen exemplaren.
dezelfde LP die alle nummer 1 hit bevat. The Dancing Queen staat de nieuwe single momenteel nummer 1 in de hitparade. Money, money, money. Wij feliciteren ABBA van harte met de inmiddels behaalde successen en hopen op een toekomst die hen steeds betere resultaten brengt.